diamant. En hij komt uit de 17e eeuw. Een letterlocking workshop dus. Maar wat is letterlocking nou eigenlijk? Letterlocking is eigenlijk een manier waarop mensen in het verleden ervoor zorgden dat brieven op een beveiligde manier verstuurd konden worden. Dus mensen vouwden op een bepaalde specifieke manier hun brief, zodat met een bepaalde was ook erop, die dan niet gebroken kon worden. En als die dan bij degene kwam waar de brief voor bedoeld was en die zag dat er de brief was opengevouwen, dan kon men heel makkelijk zien dat die onderschept was en dat die dus gelezen was. Dus op deze manier probeerde men te voorkomen dat brieven stiekem gelezen werden tussendoor. Dus het was een soort beveiliging van communicatie. Nou, het thema van deze week is eigenlijk ondergronds. En we dachten, oh, wat is nou spannend, wat is nou ondergronds? Toen dachten we, ja, een soort geheime manier van communicatie klinkt voor ons spannend, ondergronds, dus vandaar. We geven 2 workshops van 3 kwartier aan een grote groep basisschoolkinderen. Ik zal eerst uitleg geven over de context van letterlocking en de historische context ook daarvan. En een beetje aan de kinderen vragen van, goh, wat vinden jullie nou geheime manieren van communicatie? En vervolgens zullen we vooral aan de slag gaan met z'n allen en heel veel vouwen, 3 verschillende brieven uitproberen. Dus dat. Eens even kijken wat de kinderen er zelf van vinden. Wat zien jullie hier aan het doen? We zijn soort brieven aan het vouwen, maar dan met een slot erop. En wat vind je van deze workshop tot zover? Ik vind het wel leuk. Het is best wel interessant en je leert ook wat over de oorlogen, soort van waar ze het vooral gebruikten. Wat vind je van de workshop? Ik vind het wel leuk. Ja. En waarom? Nou, je leert allemaal nieuwe dingen en zo. Ja, dat is gewoon heel leuk. En wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Deze 2 hebben we gemaakt. Gevouwd met gewoon papier. En deze gaan we straks ook wassen op doen.